Hij is onze snelste man op de 500 meter, zowel op ijs als op wieltjes. Tevens recordhouder van Tjalf op diezelfde afstand met een tijd van 34,66. Het EK in Hongarije is aanstaande en de Zwollenaar is van plan om er vol voor te gaan. Zijn status echter van dit moment behoeft toch wel wat fine-tunen. Want Michel vindt zichzelf nu nog niet goed genoeg. Het kan nog beter, maar dat is ook de bedoeling. We hebben wel hard getraind de laatste tijd. En nu gaan we wat rustiger aan doen om op de EK heel goed te zijn. Ben je alleen met het skileren bezig of ook met het schaatsen? Sinds deze week weer vol met het skileren. Ik heb tot vorige week wel met de schaatsjongens meegetraind. Ook op het ijs geweest. En nu is het weer vol voor het skileren. Hoe vaak in de week trainen jullie? Ik zelf ongeveer 2 keer per dag met 1 rustdag. En af en toe is wat rustmiddagen, maar toch gauw, het zal zijn 10 keer in de week. Hoeveel uren ongeveer in de week? Doe 10 keer 2 ongeveer. Dus dan ben je wel 20 uur mee zoet. En dan nog de reistijd erbij natuurlijk. Dus ja, 25 uur ben je wel kwijt in totaal. Denk je dat je een stapje hebt gemaakt in vergelijking met vorig jaar? Nou ja, op het ijs ging het in ieder geval heel erg goed en heb ik een hele grote stap gemaakt. Dus ik denk dat ik er fysiek heel goed voor sta. Ik moet even kijken hoe het straks op het EK is, ook hoe de baan mij ligt. Maar ja, ik denk dat ik zeker een stap heb gemaakt. Wat voor wedstrijden pak je nog tussendoor? Dan moet ik nog even met Desley bekijken. Ik denk dat EK is echt een hele goede wedstrijd daarvoor. En gewoon het hoogste niveau wat er is. En daarna ga ik kijken wat ik nog nodig heb in de richting voor het WK. Je krijgt die vrijheid van Gerard van Velden? Ja, ik heb met ze afgesproken dat normaal gesproken naar het WK dat ik weer aansluit. En in de tussentijd waren het kansen dat ik nog gewoon meedoen. Om ook het contact met de jongens te houden en ook de groep gewoon te gebruiken. Want het is gewoon een hele mooie ploeg. Maar de hoofdzaak is toch wel bij de groep van Desley nu. Tot half september dan.